Regelmatig zie ik in een van de Nunense weekbladen een advertentie met een foto van twee personen. Thijs van der Biggelaar en Sigrid Hielkema van der Stappen Uitvaartverzorging. Wat ik me nu iedere keer afvraag, dat is waarom iemand nou gekozen heeft voor een, naar mijn idee, zo'n triest beroep. Ik heb vandaag met ze afgesproken om ze dat eens te gaan vragen, maar ook wat er allemaal komt kijken bij het regelen van een uitvaart. Ik ben Thijs van der Biggelaar en ik werk nu 6 jaar bij Van der Stappen als uitvaartverzorger voor Nuenen. Hoe ben je ertoe gekomen om in de uitvaartverzorging te gaan werken? Nou, ik heb een opleiding gevolgd in Eindhoven op het Economisch Lyceum en vanuit daar in de ICT gaan werken. Maar ik wist altijd wel dat dat niet was wat ik uiteindelijk wilde gaan doen. Maar dat was voor mij heel moeilijk om dat te bedenken. Tot op een gegeven moment ik gewoon een advertentie las in de Ronde Linde. En zo simpel kan het dan zijn. En ik dacht, dit is me op lijf geschreven. Oké, dan ga ik nu naar de andere persoon in de advertentie. Wie zit daar achter? Sigrid Hielkema. Ik ben vorig jaar bij Van der Stappen komen werken. En nieuwe stap in mijn leven. En daar was ik aan toe. En de uitvaartbranche was eigenlijk een logische stap. Omdat me dat al enige tijd zeer interesseerde. Is het niet heel erg triest werk? Nee, vind ik niet. Wij komen met regelmaat in hele trieste omstandigheden. Alleen de bijdrage die wij daaraan kunnen hebben om uiteindelijk die mensen met een heel goed gevoel terug te laten kijken op het afscheid, dat maakt dan wel heel veel goed. Zo ervaar ik dat en zo ervaren al mijn collega's dat ook. Er is iemand komen overlijden en iemand meldt dat. Wat is de eerste stap van jullie? De uitvaartverzorger neemt telefonisch contact op met de familie om een afspraak te maken omtrent de eerste zaken die in gang gezet moeten worden rondom het overlijden. We vragen ook vaak meteen wat de wensen zijn als het bekend is omtrent de opbaring of dat de overledene overboord gebracht moet worden naar een uitvaartcentrum of dat er een thuisopbaring plaats gaat vinden. Daarnaast worden in dit eerste gesprek de afspraken voor de begrafenis of crematie vastgelegd. En kan de familie door middel van afbeeldingen in mappen keuzes maken voor onder andere het drukwerk en de kist. Als niet gekozen is voor een thuisopbaring, is de overledene inmiddels overgebracht naar het rouwcentrum. We hebben hier 4 rouwkamers, waarbij het ook mogelijk is dat families bijvoorbeeld met een sleutel altijd naar hun overledene toe gaan. En dit is zo'n kamer. Dus de mensen die kunnen hier afscheid komen nemen van hun overledenen, worden de ruimtes nog ergens anders voor gebruikt? Ja, het is zo dat je tegenwoordig, in tegenstelling tot vroeger, dat men deed wat de buurt ook deed bijvoorbeeld, of wat gebruikelijk was, de tradities. Dat er tegenwoordig gewoon steeds meer een persoonlijke invulling gegeven wordt aan een afscheid. Dus dan gebeurt het zomaar dat in deze ruimte muziek wordt gedraaid bijvoorbeeld, zonder dat daar een priester of een dominee bij aanwezig is. En dat aansluitend bijvoorbeeld de overledene naar een crematorium wordt gebracht. En ook dat daar geen gebruik meer wordt gemaakt van de aula. Nu zag ik als slogan, omdat persoonlijke wensen geen grenzen mogen kennen. Klopt. Kan alles? Ik ben geneigd om te zeggen dat alles kan, maar de grenzen die er zijn, dat zijn de grenzen die de wet ons oplegt. Maar voor de rest is alles mogelijk. Natuurlijk werken niet alleen Thijs en Sigrid bij Van der Stappen. Die middag ontmoette ik ook nog andere collega's. Mijn functie is coördinator thanatopracteur en ik stuur een twaalftal collega's aan die eigenlijk alles met de verzorging van de overledene te maken hebben. Het verzorgen van een overledene, wat houdt het nou in? Nou, het verzorgen van een overledene houdt in het opfrissen, het kleden en eventueel de haren en een beetje make-up als dat gewenst is. En de familie die kan daar ook mee helpen. Gebeurt dat ook vaak? Dat gebeurt steeds meer, ja. Maar als klein jongetje, droomde jij ervan om dit werk te gaan doen? Nee. Hoe is het dan toch gekomen dat je dit werk bent gaan doen? Een eigen ervaring met het overlijden van mijn vader, 1998... had ik ook een kleine uitvaartondernemer, hetzelfde als deze. Dat was deze. En die ook heel kort betrokken met de verzorging. En die heb ik dus ook goed meegeholpen. En daar had ik gewoon een heel goed gevoel aan overgehouden. Dat ik toen dacht van, dat wil ik.
Wat brengt het je? Heel veel rust, dankbaarheid en respect voor het leven. Na alle voorbereidingen komt uiteindelijk dan toch de dag van de uitvaart. Om dit eens van een afstandje te kunnen bekijken, werd een begrafenis in scène gezet. Jij bent rouwchauffeur. Wat doet een rouwchauffeur? Nou, die probeert de mensen zo mooi en zo mogelijk wijze naar de kerk of naar het kerkhof of naar het crematorium brengen. Op een eerbiedwaardige wijze. Nou, hoor ik vaak zeggen lijkwagen. Maar u zegt rouwauto. Waarom is dat? Dat is gewoon uit respect. Lijk is, ja, dat is een beetje grof, vind ik. Dus gewoon rouwauto. Wat doet een uitvaartassistent? Assisteert bij uitvaarten. En met name is dat vaak in de kerk, de condoliancen verzorgen. Zorgen dat de mensen een liturgie of een kerkboekje krijgen. We delen de prentjes uit en we collecteren. En na afloop zorgen we dat de overledene weer in de rouwauto vervoerd kan worden. En heeft u dan op de begraafplaats of bij de crematie ook nog een taak? Bij de crematie helemaal niet. Op de begraafplaats wel. Dan zorgen we ook dat de overledene uit de rouwauto gehaald wordt. Eventueel in samenwerking met de familie. Dat is eigenlijk vaak het hele het mooie. En wij zorgen dan dat die op de plek waar die begraven wordt terechtkomt. En zorgen voor de bloemen en dat soort dingen. U bent beheerder. Wat doet een beheerder in het kort? Alles wat hier, ik zie erop toe dat alles hier gaat zoals het gaan moet. Ik ben ook voor het onderhoud hier. Ik help de mensen die hier komen. Er zijn heel veel mensen die hier komen met vragen over graven en steenhouders. En iedereen die hier moet zijn, die moet bij mij zijn om voor informatie en alle soort dingen. En ik regel de begraving natuurlijk. Ik zorg dat hier geopend wordt, zoals we dat noemen. En dat er weer gesloten wordt na de begraving. En maak het graf netjes in orde. En zorg dat alles netjes blijft hier. Wat heeft u gebracht om voor dit werk te gaan kiezen? Ja, ik heb eigenlijk mijn hele leven altijd in me gehad andere mensen te willen helpen. Ja, dat is eigenlijk een heel gek verhaal. Dat is bekend 15 jaar geleden. Toen verongelukte bij ons in de straat twee mensen, man en vrouw. En die moesten wij mee helpen van de buurt uit. En dat trok me zo aan dat ik eigenlijk naar Verstappen gebeld heb. Hebben jullie nog een knecht nodig? En 3 maanden werd ik aangenomen. En ik zit er nu nog. Okay. Wat brengt het u? Heel veel liefde en respect. Ja. Voldoening wel. Mooi dat je voor mensen nog wat kunt betekenen. Er zijn veel mensen die toch wel verdriet hebben allemaal hier. Verdrietige mensen, maar je kunt ze dan toch ook nog wel weer helpen door de graven een beetje bij te houden. En te zorgen dat ze de wensen die ze graag hebben vervullen kunnen. En dat geeft een hoop voldoening. Ik krijg ook vaak toch complimenten en bedankjes. En dat geeft echt veel voldoening. Rust er nog een taboe op de dood? Ja, een taboe is natuurlijk moeilijk. Een overlijden is altijd heel emotioneel. En dat maakt het voor mensen ook meteen al heel erg moeilijk bespreekbaar. Maar ten opzichte van jaren geleden zie je wel dat het heel veel makkelijker is om eigen wensen daar invulling aan te geven of daarover te spreken. Dus ik kan niet zeggen dat er geen taboe meer op de dood ligt. Maar het is gewoon een heel gevoelig onderwerp. Dank jullie wel dat jullie alles hebben willen vertellen aan ons. Dank je wel.